Hoi, leuk dat je weer kijkt naar de vlog. Ik heb al een heel tijdje niet gevlogd, maar het leek mij nu alweer even tijd om eventjes in de kast te kijken. Want er hangen er nog zoveel. En Frits' ouders zijn even langs, dus we gaan eens even kijken hoe het ervoor staat. Nou, zoals je ziet hangt er nog echt wel heel veel. Het is vandaag 3 december, vlak voor Sinterklaas. En ja, er hangt nog genoeg. De groene aardbeien moeten allemaal nog rood worden. Nou, ze zijn ook nog best wel heel mooi. Moet je kijken, mooie dikke aardbeien, ook nog hele mooie aardbeien in het verschiet. Daar zijn we blij mee. Nou, vooral als je onder het gewas kijkt, dan zie je hoeveel er nog steeds hangt. Dus kom gerust eens langs nog voor een doosje aardbeien. Bedenk een lekker kersttoetje met aardbeien, want we hebben ze in ieder geval tot het einde van het jaar. Hoe leuk is dat? Hier bezoek in de kas. Hier is donderdag. De grondleggers, even testen of ze nog lekker zijn. En? Ja, waar? Ja. Even proeven. Zijn ze nog lekker? Ja. Hey Frits, hoe kan het dat er nog zoveel hangen? Want het is 3 december. Dat komt omdat de nazomer niet zo warm was. En planten geven heel gespreide bloei. We hebben een gespreide bloei gegeven. Waardoor er nu nog heel veel aardbeien hebben. En meer trossen als dat je verwacht. En groters. Mooi hoor. Lekker. Lekker zoet nog. Ja. Nou, we zijn inmiddels in de koelcel beland en deze aardbeien staan klaar om naar de veiling te gaan. En we willen zo graag laten weten dat de aardbeien nog zo lekker zijn en zo mooi zijn. En bovendien natuurlijk super gezond zijn. En zeker in deze feestmaand, waarin er toch veel ongezonde dingen worden gegeten, is het zo belangrijk dat we lekker ook iets gezonds gaan eten. En daarom hebben wij een leuke actie bedacht. Kijk in het bericht hierboven en zie wat de actie is om iedereen nog even lekker aan de heerlijke gezonde aardbeien te krijgen.